De uitleg staat overigens niet in het boekje. Dit is mijn eigen uitleg. Ja, omdat ik ondertussen weet waar iedereen altijd struikelt. Wat wel begrepen wordt, niet begrepen wordt. Hoe je het wel of moet schrijven enzovoort. Dat kan je dus niet terugvinden in het boekje. Wat heb ik wel gedaan? De les van vandaag, de uitleg, staan helemaal bij de uitwerkingen erbij. Dus die heb je thuis op de ELO en hier in de antwoordenmapjes. Dus als je het niet meer weet, kan je altijd terugkijken. Ja? Nou, daar komt ie. We gaan grafieken tekenen met onze rekenmachine. En we gaan beginnen met deze parabool. Je weet van tevoren dat het een dalparabool is. Waarom ook weer? Positief getal met x kwadraat. Oké. Waar ga je dat ding invoeren? Linksbovenin. Daar staat. Staat er een isteek achter? Klopt wel. I. Linksbovenin. Tik daar eens op. Ja, is de aanzetten, ja. Sorry. Ja. Dan staat daar. I1, I2, I3, I4, I5 en zo verder. Oké. Nou, bij I1 vullen wij in 0,5 x² min 5. Nou, 0,5 zal problemisch zijn. Die x, die staat naast het blauwe knopje. En er staan 4 tekentjes, waarvan 1 de x is. Of naast het groene knopje, neem me niet kwalijk. Groene knopje. Hè? Ik ga je dan kwadraat doen. Hebben jullie de x gevonden? Oké, de kwadraat, dames en heren, staat helemaal links onder met of daaronder? Onder met heb je x min 1 daaronder. Daaronder. En heb je het kwadraatje? Oh, ja. Ja? En dan min 5. En dan nog min 5. Dus welkom als je klikken. Wat zeg je? Je hoeft niet op te stoppen. Mevrouw, je moet wel min 5 hebben. Mevrouw, je moet wel min 5 hebben. Nee, ik mag hem gewoon zo in. Ik heb het wel zo gedaan, maar het is steeds. Ja, het is een beetje overbodig. Ja, maar het is het niet weghalen. Dames en heren, je hoeft geen haakjes te gebruiken in dit geval. Ja? Voor degene die al eerder met een vraag bij mij zijn geweest. Dit is de min van eraf halen. En die staat gewoon in het rechterrijtje van plus, min, gedeeld door een keer. Je hebt nog naast de enter deze min. Die gebruik je alleen. Luisteren. Deze gebruik je alleen als je een negatief getal nodig hebt. Dus bijvoorbeeld als je begint met min 4. Ja, dus dit is eraf halen. Die staat bij plus, min, gedeeld door een keer. En dit is van een negatief getal. Vaak als je rekenmachine vastloopt, moet je er even erg in hebben. Nou, als het goed is. Heb je dit ingevoerd? Het knopje daarnaast. Window tik je aan. Window. rechts, links bovenin naast de is. Naast? Dat is de eigenlijk. Heel goed. Wow. Daar staat. X min. X mas. En XSCL. Dames en heren, dit zijn de indelingen van je assen. De x-as loopt van min 10, let op de goede min, negatief min. Staat er wel. Nou, bij sommigen is dat al standaard, maar niet bij iedereen, als je hebt zitten spelen vaak niet meer. X-mas is 10, XSCL is je stapgrootte. Normaal deed je elk hokje zoveel... 2, 4, 6, 8, 10 bijvoorbeeld. Hè? En als je naar de 100 moest, deed je 0, 10, 20, 30. Weet je wel dat? Dat is dit. Je stapgrootte. Ik zou zeggen, vandaag stapjes van 2. Stap 1. Dan moet je dat voor. Ja, dan maak je er maar 10 van. Bij de i-as of bij de i-as. Ik ga nu doen. Daaronder. I min, I max,
En I, S, C, L. Min 10. 10. En stapjes van 2. Dus je I of je x-as loopt van min 10 naar 10. En je i-as loopt van min 10 naar 10. Ja? Vandaag. Soms heb je een andere window nodig. Moet je even nadenken. En het is niet altijd even makkelijk. Geef het gelijk de moed te lezen. Heb je een formule met honderdtallen erin? Dan ga je natuurlijk niet. Ja, die misschien wel, maar die. Dan weet je al dat dat met 100 moet zijn. Ja? Kia? Wat is x rest? Nee, daar komen we niet aan. Dat is je dikte van je puntje. Die laten we altijd zo staan. Ja? We gaan hem laten tekenen. En dat is helemaal rechts. Rechts. Grafiek. Helemaal rechts bovenin. Grafiek. Ja, tikken erop. Dames en heren, nou moet je meeschrijven. Meeschrijven nu. Als het goed is, heb je een dalparabool. Het volgende ben je altijd verplicht om op te schrijven. Bij elke toets, bij elke opgave, waar je je rekenmachine met een grafiek gebruikt. Schrijf mee. Als eerste. Altijd zeggen wat je ingevoerd hebt. Dus I1 is 0,5x kwadraat min 5. Daar start je mee in. Opschrijven. Dit hele verhaal schrijven we niet op. Maar toch wil ik je window weten. Want dan kan ik zien, als jij maar één snijpunt in beeld krijgt, dat je je window niet goed hebt gedaan. Hoe doen we dat? Bij ons assenstelsel. Alles wat je plot, zo heet dat wat jullie hebben gedaan, plotten, teken je na. Met potlood en liniaal. Daar schrijf je ook in wat je window was. Van min 10 naar 10. Van min 10 naar 10. Dan weet ik je window. En als het dan goed is, zag je grafiek er zo uit. Bij je grafiek zet je erbij dat dit I1 is. Want er komen meerdere grafieken strakjes in beeld. En dan weet ik welke is. Maar vooral dan weet je zelf welke is. Ja, met potlood en liniaal altijd tekenen. Maar dus dat hoef ik jullie niet. Die 8, 2, 8, 6, 4, 2 of 5. Nee, het is een schets. Gaan we tekenen, dan maak je een tabel en ouderwets, laat maar zeggen. Maar dit is met je rekenmachine. En je zal zien dat dit wat vaker voorkomt nog dan het officiële tekenwerk. Beter, hè? Ja. Nou wil ik. Sommigen zijn nog bezig. Voor degenen die al klaar zijn, druk eens op second grafiek, oftewel blauw grafiek. Dan krijg je de tabel. En die had je dus net in de vorige opgave even nodig. Dan kon je makkelijk je antwoorden zien. Ja, hè?
Ja, van 0 naar 100, man. Oh. Je moet ze eigenlijk als een mensen die je niet opstapt. Ik heb ook nog een rode. Zijn er nog meer grafieken bij sommigen? Oké. Okay. Volgende stap. Volgende stap. Wij discussen B. Houden heel erg van exact oplossen. Hè, vergelijkingen met is nul. Dan reken je altijd die snijpunten uit. Dat moet vaak exact. Maar heel soms mag het met je rekenmachine. Of als controlemiddel voor jezelf. De snijpunten gaan we doen. Snijpunten met x-as. Schrijf mee. Snijpunten met de x-as. En dat gaan we gelijk ook goed opschrijven. Ja? Daar hebben we voor nodig 0. En als jij een toets gebruikt op je rekenmachine, bijvoorbeeld deze, we hebben straks ook snijpunt, minimum, maximum, schrijf je dit zo op. Dat vierkantje, nou dat is helemaal geen vierkant, ja. Dat rechthoekje eromheen, dat zegt dat het een rekenmachine toets is. Ja, dan weet ik, oh dat heb je op je rekenmachine gebruikt. 0 is dus snijpunt met de x-as. Waar vind je 0? Blauw, oftewel second trace. Second trace. En trace staat naast je grafiek. Hij staat kalk in mijn boven. Ja, kalk. Ja, kalk. Moet je daar klikken ook? Ja, second trace. Dan heb je value, 0, minimum, maximum, intersect. DI, DX. En nog een moeilijke. Die doen we nog even niet als volgend jaar. Ja? Hebben jullie weer dat lijstje gevonden? Ja. Begint met die niet. Ik kan niet gebruiken. Ja, maar die onderste niet. Nee, ik kan gewoon niet typen, dat is het. Hebben jullie hem gevonden, heren? Nee, ik kan niet. Bij mij doet hij heel raar. Nee, hij doet niet raar, jij doet raar. Luister goed. Nummertje 2. Dan ga je opstaan of je tikt 2 in wat je wil. En dan komt er in beeld. Je. Nee, gewoon op 2 drukken. Dan komt je grafiek weer in beeld. Dan staat er left bound. Toch? Dan ga je met je pijltjestoets naar links. Ga je aan de linkerkant van het snijpunt met de x staan. Dus met je pijltjestoets ga je aan de linkerkant van het snijpunt staan. Waarom kan hij dat niet? Hij kan niet exact op mij volgt hij. Nee, hij moet gewoon links staan. Niet exact erop, links. Je wilt op de x-as. Ja, maar hij kan er alleen maar exact op. Hij kan wel exact op de 0.0. Bedoelt u gewoon waar hij de x-as snijdt? Je hebt dit. Je hebt dat hakketje. Dat hakketje staat hier. En als jij naar links drukt, dan verschuift hij naar hier. En nog meer naar links, dan staat hij toch links van het snijpunt. Ja, niet op de x, maar op de grafiek. Sorry. Links van het snijpunt. Als je daar staat, op enter drukken. Ja,
Morgen bij hem een plek. Ja. En dan zegt hij, rijbaan. Ja? Dan ga je met je pijltjestoets naar rechts. Zorg je dat je aan de rechterkant van het snijpen met X zou gaan staan. Dus ergens hier. Druk je weer op enter. Hier ergens. Oh, mijn is een beetje fout en dan ik een vrouw. Ik heb het opgevonden. Er staat een guess. En dan staat een guess. Ja. Ik wacht op. Als je op guest staat, ga je op het snijpunt staan dat jij wil hebben. En welke willen we? Nou, niks. En dan op enter. 0, I, 0, is 1, 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 Oké, nee, maar Als het goed is, en ik kom zo meteen nog even die rond, als het bij iemand niet gelukt is, heb je min 3,2,0 gevonden. Dit schrijf je zo op. Min 3,25. Ja, min 3,16. Min 3,16 was het. Hij staat min 3,25. Heb ik niet op de kamer. Dames en heren. Zelf. Heren. Zelf kan je het andere snijpunt. Hetzelfde verhaal. Alleen niet bij deze. Dus links is hier. Rechts is daar. Mevrouw, mag ik wat vragen? Waarom ik kom eraan geduld. Ja. Ja? Tweede snijpunt even zelf doen. Ja, wat goed. Mag je dat afzetten? Ja. Wat is het? Een guest, dan moet je erop gaan staan. Ik loop gewoon buiten. Mevrouw, bij mij geeft die error. Bij mij gaat het niet. Dames en heren, volgende stap. Oh, ik heb een error. Het volgende. Het tweede snijpunt.
met de x-as. Dat was al heel logisch, werd hier gezegd. Dat is natuurlijk x is hetzelfde, maar dan positief. Hoe schrijf je dit op? Volgens mij was het 1,6. Voortaan schrijf je het zo op met stippeltjes. In je eindantwoord, die nog komt, doe je volgens de vraag 1 of 2 decimalen. We doen vandaag even 1 decimaal. Dus snijpunten met de x-as. Min 3,2. En 3,2,0. Ja, dus bij je eindantwoord rond je pas af. We gaan natuurlijk niet hele getallen over zitten schrijven. Van even niet er tussendoor. We gaan niet hele getallen over zitten schrijven. Maar dat doen we zo. Je doet er 1 of 2 en dan met stippeltjes. Ja? Volgende stapje. Wat is de kast? Ik kom zo bij je langs. Kom zo bij je langs. Volgende stapje. Snijpunten tussen twee grafieken. Snijpunten. Schrijf mee, hè. Tussen twee grafieken. Snijpunten tussen twee grafieken. Je mag hier straks helemaal mee oefenen. En morgen heel de les. Ja, dan ben ik in de buurt om alle rekenmachineproblemen op te lossen. Snijpunten tussen twee grafieken. Ik tik in. I2 is 2. I2 is 2. Je weet waar de I ingevoerd gaat worden. Links bovenin. Dat is gewoon een rechte lijn. Is gewoon een horizontale rechte lijn. Nee. Niks echt tegen. Als het goed is. Hebben we dit? Niet helemaal. Ja, iets later. Ja, iets later. Ik kan mijn dingetjes geven. Ik ook niet. Bro, ik heb helemaal plaats. Teken hem in je grafiek erbij. Teken hem erbij. En dan een grafiek. Nou, gewoon naar je grafiek gaan. Dames en heren, we zijn er een aantal die dit niet hebben ingevoerd. Dames en heren, luister even, dat voorkomt al een heleboel problemen. Je gaat naar linksbovenin naar I. Dan heb je weer I1 is een half x kwadraat enzovoort. I2, I3 enzovoort. Bij I2 vul je 2 in. Ja, blijkbaar was dat niet voor iedereen duidelijk. Dan ziet je grafiek, als je weer op je grafiek drukt, er als volgt uit. Alleen is deze, denk ik, rood gekleurd bij de meeste. Ja. Nou, je tekent. Even een beetje rustiger. Je tekent in je grafiek die lijn erbij. Gewoon in je schrift. Met potlood en liniaal. Erbij tekenen. Je zet er I2 bij. Wat is het, Pim? Ik kan nog 2 of 5 voor de hoogte, of was dat niet. Nee, dat hoeft niet. Ja, je kan beter zo min mogelijk erbij schrijven. Want soms worden de tekeningen zo vol, dan zie je het niet meer zo. Mag wel, maar als het te druk wordt, kan je het beter laten. Nou, snijpunten tussen de twee. Je hebt geprobeerd, maar dan gaat hij ook makkelijk weer naar nul. Second trace, daar komt hij weer. Second trace. Luc, dat ik mee.
Second trace. En dan inderdaad intersect. Intersect. Dat is nummertje 5. Zeg ik het goed? Ja. Nummertje 5. Dan staat er in beeld. Even wachten. Ja, ben je was ik het gevecht? Dan staat er in beeld. First curve, geloof ik, hè? Ja. First curve. Enter. Gewoon op enter. Dan staat hier second curve. Enter. Dan staat hier guess. Enter. Nee, niks te enter. Wacht, dan ga ik dus naar weg. Dus je moet enter, enter, dan yes. Nee. Drie keer enter. Nee. Twee keer enter. Twee keer enter. 1, 2. En dan staat hier guess. Ja. Je ziet, ik heb hier 2 snijpunten. Bij guess ga je staan op het snijpunt die jij wil. Ik begin vandaag met deze. Dus je gaat naar links. Denk ik naar links. Dan ga je erop staan. En dan druk je op enter. Dan stond hij al bij mij, mevrouw. Nou, heel makkelijk, dan hoef je niet meer op zij. Wat wil je nu zien? Oh, min 3,? Doe ook even die andere. Andere snijpunt ook even doen. Andere snijpunt ook even doen. 2 keer op enter. En 1 keer moet je even op het snijpunt gaan staan. Ja, weer op die. Kan je ook 3 keer op het snijpunt zelf? Kan je ook 3 keer op het moet je weer lezen en dan midden? Nee. Enter, enter. Dan first, second. En dan guess. Mevrouw, het lukt weer niet. Hetzelfde verhaal. Dit zijn twee engels. En dan plakken we hem daar. Nee, wat is er met jou dit dan af? Zullen we even zetten? Wat is dat bij jou? Wat is dat bij jou? Wat is dat bij jou? 3,7. Je kan het ook gewoon opstaan. Ik zal hem heel tijd enten. Dames en heren, wil je niet op je telefoon kijken? Ja? Mijn knap is een beetje. Deze is als het goed is natuurlijk net zo groot, maar dan positief. X is 3,7. Dit schrijf je ook op. De conclusie. Dat was net, hè? Conclusie. Dus. Min 3,7,2. En 3,7,2 zijn de snijpunten tussen de twee grafieken. Morgen, dames en heren, doe ik nog even het minimum of het maximum. Die gaan op allebei de manieren. Dat is het enige wat ik nog uit moet leggen daarvan. Je kan alvast oefenen. Dan doe je bijvoorbeeld opgave 4 en opgave 5 kan je doen. Ja, met je rekenmachine oefenen. Alsjeblieft.
Opgave 4 en opgave 5. Biologisch laboratorium, bla bla bla. Wat zeg je? Biologisch laboratorium. Het is een steeds op kennis. Even wacht hoor. Ja, die kunnen. Okay. En opgave 1 kan trouwens ook. Opgave 1, 4 en 5. Doe die even oefenen thuis. 1, 4 en 5. Ik ga het gewoon weer vergeten.